Ja, vrienden. Ha, zien jullie? Ik ben even in Barcelona. Hoe vind je die? Ja, tuut, zeggen de auto's hier. Taxi's. En bedrijvigheid. Vol in Barcelona. Want ik ga dus straks naar de wedstrijd toe. Ik ga naar Barcelona tegen Kiev. Ja, daar ga ik heen. En waarom ga ik daarheen? Want dan ga ik eventjes mijn vriend, ja, want zo mag ik hem noemen, vrienden. Mijn vriend Ronald Koeman. Die ga ik weer eens een keertje zien, want dat is al heel, heel lang geleden dat wij elkaar gesproken hebben. Dus dat is dus een leuk moment voor mij en Ronald. En ik, want jullie zullen natuurlijk zeggen, ja, dan ga je Ronald natuurlijk even interviewen. Nee, dat ga ik niet doen. En dat doe ik al een hele tijd niet. Beste vrienden, al jarenlang niet. Want Ronald en ik, ja, we kennen elkaar te goed. Dus Ronald die zei op een gegeven moment tegen mij, jij kan mij gewoon niet meer interviewen. Want wij weten gewoon te veel van elkaar. Dus laten we het nou niet meer doen. En ja, zo is dat gekomen. Ja, nou ja, en sindsdien heb ik gezegd, nou oké, dan doe ik dat niet meer. Nee, maar er is iets anders. Dus ik zit in Nauwkamp, maar ik heb een opdracht vandaag. En die opdracht, die komt van Jut. Kun je je voorstellen? Jut, die zei nog op het vliegveld tegen mij. Denk erom, je komt niet terug naar huis zonder een boodschap van Frenkie de Jong. Nou vrienden, ik kan jullie gewoon niet uitleggen hoe dat zit met Frenkie de Jong en met Jut. Want als Jut dus thuis zit en Frenkie de Jong is op televisie, dan gaat Jut helemaal uit de plaat. Want oh god, Frenkie. En Frenkie dit en Frenkie dat. Oh, Frenkie heeft de bal. Oh, Frenkie doet weer iets moois. En als Frenkie iets slechts doet, ja, dan moet je kijken wat ze zegt. Dan zegt ze, ja, nee, dat was een slechte paas van die ander. Of hij werd getackled. Of er is altijd wel een excuus voor Frenkie de Jong. Jut en Frenkie de Jong, ik weet niet wat dat is. Ze zegt, ja, ja, alles gewoon zo'n. Ik vind het echt zo'n leuke jongen. Dus laat hem mij de groeten doen. Vrienden, ik ga kijken of mij dat gaat lukken vandaag. En dan gaan we morgen de uitslag van zien. Tot morgen!